Hey, Saudi-Arabië, we hebben gisteren een filmpje laten zien van Wijnaldum. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Ja, heb ik gezien. Niet gelukkig moment van nee, de jongen. Had niet bepaald, beter, nee. Gewoon beter niet over kunnen praten, denk nee. ik. Toch, nou, of gewoon eerlijk zeggen, joh, ik ga voor het geld. Ja. Ja. Toch, zeg dat dan. En ik zit in een compound en ik heb nergens last van. Ja, ik zit lekker bij de maar mensen. Maar ik vond dit wel echt heel erg, hoor. Ja. Dat de redenering is, ja, ik heb het niet gezien, dus dan is het er niet. Nou, vandaag een rapport. Gigantische misstanden weer. Ontzettend veel doden die er vallen onder arbeidsmigranten. Er wordt er gezegd door Saudi-Arabië, ja, dat is een natuurlijke dood. Ja. De gemiddelde leeftijd van die mensen die sterven is 44. Ja, ja, ik weet niet. En dan 4 per dag. Dan voel je toch wel aan dat er iets... Hoe kun je daarvan wegkijken dan? Jawel, maar als je daar woont, dan moet je toch ook weten dat Saudi-Arabië in de top 5 staat van het voltrekken van doodvonnissen jaarlijks. Dat ze lijfstraffen hebben. Dat homoseksualiteit verboden is. En je kunt zo wel doorgaan. Maar de vrouwen hebben geen rechten. Niet meer onder de 18, hè? Ze onthoofden niet meer onder de 18. Oh, dat is fijn. Nee, ja. Maar dat scheelt een stuk. Dat scheelt een stuk, want dat vonden ze toch dat... Ja, dat gaat te ver. Dat ging te ver. Ja, dat ging te ver. Nee, maar hoe leef je in een omgeving waar dat gebeurt... en dat je dan ijskoud durft te zeggen van... ja, nee, ik merk er niks van. Ja. Maar hoe kan het dan? We hadden dat Qatar toen. Nou, daar was volgens mij ondertussen iedereen het wel over eens. Dat dat best wel belachelijk was dat je in zo'n knakenland een toernooi gaat organiseren. Dat er allemaal voor miljarden stadions gebouwd moeten worden die daarna nooit meer gebruikt worden. En dan nu komt dan zo'n Saoedi-Arabië dan weer in beeld. Hoe kunnen we daar nou een keer vanaf dan? Daar kom je niet vanaf. Omdat, omdat de FIFA corrupt is. En waarom komen we niet vanaf? Spelers hebben geen geweten, want die hebben de scheid aan. Die willen naar een WK. En de KNVB heeft ook geen geweten. Die gaan de slaafs achteraan. Maar dan kun je beter naar Iran toe gaan, toch? Daar is het allemaal net iets beter. Ja, dat is een heel prettig land. Maar weet je, het zijn ook geen sportlanden. Nee. Het is helemaal geen sportcultuur. Overal waar die Ronaldo speelt, beginnen ze Messi te roepen. Ja, weten die mensen veel. Ja. Geniet van zijn gozer, weet je wel. Zolang je er nog kan.